Hoofdstuk 5 van Memoria gaat ja, over een polis bestuurd door burgers. Dat is ook het laatste hoofdstukje. Van de Griekse wereld. Hè. Het is eigenlijk een themaatje dat maar bij één stadstaat hoort, en dat is bij Athene. En uit de titel, Een polis bestuurd door burgers, heb je ook wel kunnen halen dat het gaat over domeintje politiek. Hè. Ook van datering. We zitten niet meer in de hele klassieke oudheid, maar we zitten in de vijfde eeuw voor Christus. Echt zo gepinpoint. Juist die eeuw, net die periode. Want daar zijn we wat zaken aan belangrijk. Hè. Eerst natuurlijk een situering in tijd en ruimte. Dat je goed weet in welke omgeving en in welke ja, situatie dat we eigenlijk bezig zijn. Hè. Hier is een kaartje. Dat is een kaartje aan het oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied, hebben we misschien wel gezien, want daar staan de huidige. Namen bij van de, de huidige landen. Ja, dat moest ik moest het zo zeggen. <laughs> je hebt dan Griekenland, Turkije, Syrië, uh, Israël en zo staan er ook allemaal op. Maar dat is voor ons niet zo heel belangrijk, want die landen bestonden nog niet. We hebben het vooral over de Mesopotamiërs, of toch de, de nageslachten daarvan, die handel voerden. Uh, en als je logisch kijkt met wie dat die handel gaan voeren, dan kan je misschien denken: van ja, die gaan eventueel naar het hedendaagse Cyprus gaan, want dat ligt redelijk dichtbij. Maar ze gaan nog een klein beetje verder, want ze gaan naar, naar Creta. En Creta is uh, heel aantrekkelijk voor handel, omdat dat mega centraal lag. Want je had daar ook de Egyptenaren die daar naartoe gingen. En uh, de Griekse wereld ging daar ook wel naartoe. Dus Creta had een heel belangrijke rol op vlak van handel, omdat die centraal lagen. Maar er waren daar uh, plots vulkanen op Terra en uh, eventueel invallen van andere volkeren. Maar uh, in ieder geval wat er gebeurt, is dat Creta. Verwoest wordt en Kreta verliest zijn centrale rol aan een volk dat ook dichtbij ligt: en dat zijn de Grieken, de Mykeners vooral. De Mykeners liggen ook redelijk centraal, liggen redelijk dicht bij Kreta, dus dat is allemaal nogal logisch. Hè? Griekenland, ik praat nu over Griekenland ook al was dat geen land, maar bon, ja. de Griekse wereld, een hm, beetje langer spreken, maar oké, okay. de Griekse wereld die wou die uh, economische rol nog verder in de verf zetten, want je hebt daar ook een doorgang, je ziet daar de Egeese zee, als je meer naar het noorden gaat dan kom je in de Zwarte Zee, die doorgang heette Hellespont en de Grieken wou daar controle over, want dat maakt hun een heel rijk, je kunt daar tol heffen. Maar om daar controle over te hebben moet je de twee kusten hebben, en aan de andere kant lagen de Trojanen en vandaar dus de Trojaanse Oorlog. Dit zijn allemaal zaken uit het oude nabije Oosten. Hè? Want plots vallen de Doriërs binnen, heb je de duistere eeuwen en de duistere eeuwen, woordje je het zelf, een tijd dat niet goed gaat, is voor ons ook vooral duister, omdat daar geen geschrift uit is. En dan komt op die tijdlijn dat je al heel vaak hebt gezien. Hè? Je hebt dus het oude nabije Oosten, eindigt hier, klassieke oudheid, start daar dan ook in Achtons voor Christus. Want je hebt heel veel mythologische verhalen. En de reden daarvoor dat er zoveel mythologische verhalen zijn in de Griekse wereld, is dat heel van die verhalen van vlak voor de Duitse Eeuwen zijn. En de Duitse Eeuwen ja, wordt alles mondeling doorverteld. En pas in de klassieke oudheid wordt dat opgeschreven. En dat wordt altijd uitvergroot. Je krijgt dus mythes, zoals Hera, die nog een drukreiniger. Uh, melk is aan het rondspuiten in de, in de lucht, vandaar is dus de melkweg, en wezens zoals de Medusa, dat allemaal niet historisch juist is, maar mythologisch, wel een en ander ja, van betekenis heeft gespeeld. Hè. Die periode, die eerste periode, noemen we ook wel de archaïsche periode. Dat is een begripje uit hoofdstuk 3 en 4. En dat gaat er vooral over dat de Polis toen gesloten was. Dus al die poleis in de Griekse wereld die waren op hun eigen, die waren zelfvoorzienend gesloten. Je had ook heel veel subjectieve bronnen, dus uh, dat er meningen waren gegeven, niet zo historisch, uh, niet zo historisch betrouwbaar. En Homeros leefde toen ook, dat is de auteur van de Trojaanse oorlog, die daar de Ilias en de Odyssee en zo heeft neergepind. Je had ook even heel veel beelden, dat is dan hoofdstuk 4, en die waren heel statisch, die waren onnatuurlijk, geen emotie. Ik heb het dus over de kouroi, de koerosbeelden. met die man dat je zo een lijn kan trekken, en dat hij dus aan uh, links en rechts symmetrisch is. Maar ook de Dorische zuil was toen, toen was een droge, simpele paal. Hè. Dat is allemaal de start van die vroeg-Griekse cultuur. Daar zit hoofdstuk 5 niet. Want hoofdstuk 5 komt nu hierachter. Je had in Griekenland, dat is hoofdstuk 3 de heel veel polijs die zich in de hele Griekse wereld binnen op te richten. Je hebt daarin heel veel bevolkingsgroei, meer en 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 meer inwoners. als je zoveel inwoners hebt, heb je ten eerste meer grondstoffen nodig. Ten tweede, je hebt ook heel veel mensen die een ambacht doen, die hebben ook aparte specifieke grondstoffen nodig. En ten derde, je hebt heel veel jonge mannen, die zijn daar met te veel. Je krijgt dan strijd om macht, dus die willen daar allemaal weg. Ja, niet allemaal, hè. Maar een groot deel die wilde vertrekken. En uh, je kan ja, in die tijd niet met de trein of met het vliegtuig gaan. Dus dat was dan met een boot. En met de boot gingen dan heel veel jonge mannen de Middellandse Zee op. En dat is de Griekse migratie, noemt dat ook wel. Ze gingen naar. Uh, dat is niet allemaal. Ja, zo in, in één keer tegelijkertijd een grote golf gro van boten. Dat was het niet, hè. Dat was het langzaamaan stelselmatig. En die beleven in de Middellandse Zee. Uh, of toch daar rond aan die kusten, want je hebt daar hetzelfde klimaat en daar sticht ze dus kolonies. En het is in die periode dat hoofdstuk 5 ook zit. Dus de klassieke periode is de tijd van de open polis, dat ze openstaan naar andere volkeren. Daardoor zijn er ook meer oorlogen, de Perzen vallen ook binnen. En uh, in die periode van uh, kunst was dat vooral een schoonheidsideaal, met de heel dynamische beelden en de ionische zuilen. Daar situeren we hoofdstukje 5. Dus dit deeltje valt in de klassieke periode klassieke periode is ook de tijd van de filosofen, van de tijd dat er uh, meer, meer en meer werd afgestapt van het idee van religie is alles. Je had ook in Azië toen trouwens de Boeddha, om even een, een algemeen historisch beeld te scheppen. Maar het is vooral ook de periode van de grote stadstaten die op de voorgrond treden. Je hebt onder andere Korinthe, je ziet daar al op die uh, ja, hangende tapijten, vlaggen, kun je, je het moet noemen. Uh, zie je daar een vleugeld paard, dat is dit paard, dat is de Pegasus. En, um, dat is dus het logo van de stadstaat, Corinthe. Die hadden ook een eigen heilige, en dat is Afrodite, godin van de liefde. Je had ook Thebe als grote stadstaat, die koos voor de knuppel van Hercules, omdat Hercules uit Thebe zou zijn gekomen. Die had ook een pri eigen privélegertje trouwens, Thebe. Ik, ik smijt er even bij, omdat hoofdstuk 5 ook een beetje over het militair, ja. Uh, Thebe had de Heilige Scharen volgens een één specifieke bron waar, dus dat is niet zo heel betrouwbaar. En de Heilige Scharen, dat zou een uh, elite-eenheid zijn geweest in Thebe van allemaal homoseksuele mannen die uh, extra gemotiveerd zijn om te strijden omdat ze samen vechten met hun geliefden. Dus die gaan uh, nooit vluchten. En die zou een 100, 150 jaar dacht ik, uh, actief zijn geweest en uh, ook uitblinken op het slagveld. Dus uh, ik geef het even mee. Je ziet trouwens de knuppeltjes ook hè, op die schilden. Maar uh, dit hoofdstuk gaat niet over Themen en Corinth. Het gaat eigenlijk vooral over Sparta. Uh, Sparta is een heel Dorische stadstaat, is, ook al zijn er geen Doriërs, maar zogezegd de afstammelingen van de Doriërs. En je hebt ook de Ionische stadstaat Athene. En Athene is degene die in dit filmpje centraal staat. Want Athene is uh, een stad die het een klein beetje anders aanpakt dan uh, de traditionele andere stadstaten. Athene, je ziet hier op de achtergrond de Acropolis die wil gaan passeren, je ziet daar ook een groot beeld van Athena. Dat is de heilige van de stadstaat Athene. En dat zie je ook allemaal in het logo met dat uiltje en de olijfboom die door Athene was geschonken aan de burgers van Athene. Dus hier in kaart, je ziet daar al rechts die grote paarse vlekjes en de perzen waarmee de Grieken oorlog voeren. Je hebt uh, vooral dus in het midden al die verschillende vlekjes zijn stadstaten en je ziet ook Athene hier in dat kadertje. Want Athene is dus het belangrijkste, dit deeltje. De titel is een polis bestuurd door burgers, maar ja, wie zijn die burgers dan? Je hebt eigenlijk drie voorwaarden waaraan je moet voldoen om burger te zijn. Ten eerste moet een man zijn, dus al heel discriminerend. Ten tweede moet je afstammen van Atheense ouders, dus een echte Athener zijn en je moet meerderjarig zijn, 18 plus dus. Dus eigenlijk is dat geen, ja, dat zijn heel strenge voorwaarden. Niet zoveel mensen voldeden daaraan. Dat er 300.000 inwoners waren in Athene waren er maar 35.000 burgers, dus ongeveer 16, 17 procent. Dat is bijna niks. Hè? Dus uh, je hebt natuurlijk naast burger nog allemaal andere rangen. Dat zie je hier met een schema van, uh, van pelkmans. Dus je hebt de eerste vraag die je moet stellen: is: ben je een vrije inwoner of niet? Uh, als je niet vrij bent, dan ben je een slaaf. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je, je eigen toekomst niet kan beslissen, dus dan zit een slaaf. Uh, ben je wel vrij, dan ben je een burger mogelijk, dan moet je die voorwaarden afgaan van daarnet. Als je daaraan voldoet, ja, dan ben je gewoon een burger. Voldoe je daar niet aan, dan ben je niet per se een slaaf of zo, uh, want je bent vrij, maar dan ben je of een migrant of een vrouw of kind, een van die twee rangen. Je kan natuurlijk ook een vrouw zijn bij ja, immigranten, dat kan ook, hè. maar uh, dan ga ik over een Atheense vrouw. Voor de migrant is eigenlijk heel belangrijk om dat te zien. Een migrant, als er migranten zijn, dan zitten we ten tijde van de open polis. Dat kunnen ze allemaal keihard checken. En meestal hadden die als job ook dat die ambachtslui waren, wat die specifiek deden van andere stadstaat kwamen, of dat waren handelaars die kwamen handelen. Dus allemaal signaal lag je gezien, want het is door de open polis dat je weet waar we zitten in de geschiedenis. We hebben daarvoor uh, wat personages gezien, en die personages uit ons boek. Daaruit kon je rechten halen, want Atheense burgers die hebben rechten. Je hebt eigenlijk algemeen gezien rechten en plichten. Een recht is iets dat je mag, een plicht is iets dat je moet. En zo een aantal rechten van die burgers. Dat was dat je politieke functies kon uitoefenen, dus je kon eigenlijk actief zijn in de politiek en dus zaken beslissen. En je mocht ook huwen met de dochter van een Atheense burger. En dat is eigenlijk kei belangrijk, want als je niet trouwt met een, uh, een dochter van een Atheense burger, dus niemand uit die Atheense lijn, dan kunnen uw kinderen geen burger worden als je een jongetje hebt. Dus eigenlijk werd alles heel sterk binnen de traditionele Atheense bevolking gehouden. We hadden een tekstje gezien van Alcibiades, de jongere waar dat in stond, dat staat daar. Ik ben de zoon van Alcibiades en Hipparete. Op mijn 18e verjaardag word ik ingeschreven op de burgerlijst. Dan moet ik twee jaar dienst doen in het leger, dat is al een plicht, hè, dienst doen in het leger. Maar daar kijkt een blijven wel naar uit. Daarna kan hem eigenlijk de volksvergadering bijwonen. Dat is iets dat bij deeltje 2 komt, en dat is daar waar alles in politiek wordt beslist. Mijn vader heeft ook gezegd dat het dan oud genoeg is om te trouwen met de dochter van Nikias, een vooraanstaande Atheense burger dus. En dat huwelijk werd geregeld. Een derde recht is dat die gronden en huizen mogen bezitten. Alleen burgers mogen dat. Dus alleen mannen bezitten huizen, vrouwen kunnen niks bezitten van huizen of gronden. Migranten ook niet. Migranten die moesten dingen huren. Daar hebben we dus Alcibiades, de pa van Alcibiades, de jongere gezien. Ik ben Atheens generaal, langs vaderskant behoor ik tot een adellijke Atheense familie, die al veel grond in en rond Athene bezit. Dan zie je het al, hè. Maar naast de rechten hadden die burgers ook plichten. Die plichten waren vaak heel economisch gericht ook. Zoals als er, mens, als er evenementen waren rond sport, moesten burgers dat betalen. Als er openbare maaltijden waren bij feesten, moesten de burgers dat betalen. Als ze van andere polijs afgezanten kwamen, moesten zij dat ook betalen. En, ten tijde van oorlog zelfs, moesten ze jarenlang een trireem uitrusten. Ik hoor je al denken, wat de fuck is een trireem? Dit is een trireem. Een trireem is een heel grote boot met drie rijen roeiers. Trireem. Zie je hier, zie je zo boven en onder elkaar natuurlijk. En Athene blonk militair vooral uit met, de, met hun boten, met hun marine. Ik noem het wel zo, de navy. Uh, en dus vandaar moest uh, dat goed beschermd worden dat die militaire kracht daarop niet verzwakte. En dat was de taak van de burgers. De migranten dan, dat was die tweede stand, die leefden vooral in de haven van Piraeus, die is eigenlijk vlakbij Athene zelf. Die hadden ook een paar rechten, eigenlijk redelijk basic. Die mogen gewoon in de polis blijven. Die mogen wel niks betalen, die mogen niks uh, kopen, of betalen. Die mogen niks kopen, die mogen alleen maar dingen huren. En die mogen daar hun job uitoefenen, wat dat vaak handelen is. Als plicht bijzonder. Die moesten extra belasting betalen, dus meer dan een ander. En die moesten ook dienst doen in het, re, in het leger, wat dat helemaal raar is. Stel als je migrant bent vanuit, uh, vanuit Sparta en je komt in Athene wonen en werken. En uh, er barst een oorlog uit tussen Athene en Sparta, wat wel meer dan één keer is gebeurd. Dan moest je als Spartaanse migrant meevechten met Athene tegen Sparta. Dat is echt raar. Maar oké, okay, ja, ze waren wel actief in het leger. Hè. En we hebben daar het voorbeeld zien van het Parmeniskos, dat was een graanhandelaar, die kwam uit de polis argolis, dus die kwam niet van Atheense ouders, en daarmee is hij een migrant. Het is vooral helemaal naar beneden, als we verder gaan, staat er ook aangeduid, als migrant moest hij dus daar en boven nog eens extra belastingen betalen om hier te mogen wonen en handel te drijven. Simon was er ook zo een, dat was een schoenmaker, die is geboren en getogen in Athene, dus eigenlijk wel een Athener, maar ja, zijn vader is van Korinthe. En hij heeft, hij heeft dus van die voorwaarden, hij is een man, hij is plus 18, maar zijn ouders zijn niet van Athene, hij kan dus geen burger zijn. En daar zag het dus, in oorlogstijd moest hij dienen, in het leger. Het zal ook verder, ik ben stiekem verliefd op de mooie dochter van die kias, een rijke burger. Maar ja, dat vergeet hem best, want hij mag toch niet trouwen met een burgerdochter. Dat is een van die rechten van de het trouwen met een, uh, een dochter van Atheense ouders, dat dus Simon hier niet mag, maar dat geen burger is. Los daarvan hebben we een heel grote groep en dat zijn de slaven. Dus we hebben al de burgers gehad, de migranten en nu de slaven. En die werden in de Griekse wereld vooral vergeleken met werktuigen, met dingen, met objecten. Wat heel denigrerend is. Je kon op verschillende manieren slaaf worden. Dat kon vanuit geboorte zijn, dus gewoon geboren als slaaf. Je kon ook via mensenroof of slaaf, via de slavenmarkt als krijgsgevangene. En je had ook een soort van schuldslaaf. Er waren verschillende manieren om slaaf te worden. Je kon ook soms de vrijheid wel winnen, maar dat is meer. Ja, een uitzondering dan de gangbare regel. En slaven, ja, als rechten en plichten, die hadden niet zoveel. Die mochten gewoon niet mishandeld worden. heb je hier een overzichtje, ook weer van Pelkmans. Dus je hebt bovenaan de rechten, wat je mag, en rechts dan de plichten, wat je moet. Je hebt de drie standen, burgers, migranten en slaven. We overlopen nog eens. Je ziet ook twee kleuren trouwens, geel en blauw. Dat is niet om het mooier en vrolijker te maken, maar eh, dat is vooral omdat dat gaat over de domeinen van de samenleving: hè. geel, politiek, want het is hoofdstukje politiek, blauw. Economisch, want het heeft daar vaak mee te maken. Dus de rechten van de burgers, politieke functies uitoefenen, met een dochter van Atheense burgers trouwen, dat zijn kinderen ook burger kunnen zijn, en gronden en huizen bezitten. Als plichten uh, moesten die de wet natuurlijk naleven en in het leger dienen. Ook wat het rare dat je daaraan dus kunt zien, uh, vooral die een blauwe grond en huizen bezitten. Stel, als jij als uh, Atheense burger, als man een huis hebt en jij. Trouwt met een vrouw en je hebt een, uh, een zoontje van zeg maar iets twaalf, maar plots sterft. Ja, wat gebeurde er met je eigendom? Want de vrouw die mag geen gronden bezitten en je zoon is nog te jong. Dus ja, dat is misschien een denkpiste. Werd dan meestal intern opgelost, maar dat toont toch wel hoe raar dit systeem eigenlijk wel niet is. Hè? Migranten die mochten dus alleen in Athene wonen en werken en als plichten moesten ze de wetten naleven, zoals iedereen, in het leger dienen en extra belastingen betalen. Slaven als restgroep die mochten gewoon niet zonder reden mishandeld of gedood worden, dat is wel raar hè, zonder reden, als wat er een reden zou mogen zijn. En die moesten meester gehoorzamen, dat is politiek, want dat is mijn regels en wetten, maar die moesten ook dienen, en dat is zijn taak, zijn job, dat is economisch, vandaar de twee kleuren. Hoor ik u al vragen van ja, en uh, de vrouwen dan? Ja, de vrouwen staan hier eigenlijk niet op, want de vrouwen, die waren wat een zijgroep, die hadden vooral wel wat taag in de samenleving, als dus een opvoeding van de jongste kinderen, helpen op de akker en producten verkopen. We zaten in een landbouwsamenleving, en die, daar maakten zij zich ook voor een heel groot deel zinvol. Hè? Dus uh, een besluitje, van dat we nu just hebben gezien, het was niet zo heel uitgebreid, of ja, het moet ook niet meer zijn dat eigenlijk is, hè? we zitten in de open polis in Athene, dus ten tijde uh, waarbij dat de uh, Polen met elkaar contact hebben. En Athene heeft een duidelijke standenmaatschappij. Die wordt gedomineerd door de burgers. Om een burger te zijn, moest je man zijn, moest je van Athene komen, dus met Theense ouders, en 18 plus zijn. Dat is ook het speciale, dat je hier moet zien, we zitten niet bij alle andere stadstaten, puur Athene. De andere stadstaten hadden een koningschap, dus één persoon die alles controleert. En hier zijn het er gewoon meerdere. De burgers, en dat klinkt zo, oh, een polis bestuurd door burgers... Iedereen heeft iets te zeggen, maar dat is niet waar. Het was eigenlijk maar een kleine groep van 16%. Maar dat is toch wel een ander principe dan dat wij klassiek in al die oude beschavingen gewend zijn. En het is dat principe, die democratie, van democratos, macht aan het volk, dat ook in onze huidige westerse waarden zo belangrijk is. Maar dat is voor deeltje 2. Allez, ciao. Hè.